ben Bianca en welkom bij deze extra video. Sterker nog, welkom bij mijn allereerste echte shoplog. Ik heb wel vaker mijn boodschappen in de vlog laten zien, maar nog nooit een echte shoplog opgenomen. Dus dit wordt de eerste. Even een kleine disclaimer, hoe noem je dat? We hebben nieuwe bovenburen gekregen sinds een paar dagen. En die mensen zijn aan het verbouwen, echt de hele dag. Dus helaas hoor je gebor op de achtergrond. Ik heb overwogen om het op een andere tijdstip op te nemen of niet op te nemen. Maar niet opnemen vond ik zonde. En ander tijdstip, die mensen zijn gewoon bezig. Dus die zijn altijd bezig. Behalve 's avonds, maar dan is het licht niet goed genoeg. Ik ga jullie namelijk laten zien wat ik voor mijn verjaardag heb gekocht. Boodschappen dan. Ik ben morgen jarig, 7 februari. En ik vier dat aanstaande zaterdag, de 9e. Met familie en vrienden. En daar heb ik lekkere dingen voor gekocht. En die ga ik jullie nu laten zien. Ik heb ze even hier uitgestald. Wat hier nog ontbreekt is het bier. Een kratje bier heb ik gekocht. Maar dat staat nog bij mijn ouders. En dat komt mijn vader een deze dagen even langs brengen. Want dat is voor mij echt te zwaar om zelf mee te nemen. Al deze boodschappen heb ik net zelf gekocht. Het was wel even een gedoetje om ze boven te krijgen, maar het is gelukt. En mijn moeder die gaat als bij wijze van taart. Geen taart bakken, maar zelf bokkenpootjes maken. En daarvoor heb ik deze amandelmeel meegenomen. Wat heb ik verder gekocht? Ik ga het, als ik het heb laten zien, meteen even terugzetten in de boodschappentas, zodat ik het makkelijk naar de keuken kan vervoeren. Een fles gewone cola, want ik heb nog gewone cola hier. 2 flessen cola light. Want ik heb het idee dat dat meer gedronken wordt. Oh, en dan heb ik nog een flesje jenever in de koelkast staan, voor wie een mixje wil drinken. Maar die had ik nog, dus die heb ik niet gehaald. Een fles Panta Pomelo. En een fles Fanta Lemon. Een fles rode wijn. 2 flessen rosé. 2 verschillende flessen rosé zie ik nu. Ik dacht dat ik 2 dezelfde had gepakt. Nee. Ach, het zal elkaar ook niet heel veel ontlopen. Want het is wel van hetzelfde merk. En een fles witte wijn. Een fles Fuse Tea Ice Tea. Een fles andere sap, bosvruchten. Dan hapjes voor in de airfryer. Daar heb ik 3 pakken van. In het kader van beter te veel dan te weinig. Dan een gekookte worst om in stukjes te snijden. Een stuk kaas om in stukken te snijden. Dan hier toastjes met brie, met tonijnsalade, eiersalade en filet américain. Wat augurken plakjes om op de kaas of de worst te doen. Pinda's en een andere nootjes, kachang pedis. Dan hamkaaschips, gewone chips, pepseltjes en sky mix. En als laatste een pakje stroopwafels. En die heb ik gekocht omdat ik morgen... Wacht, ik ga even kijken wat ik doe. Morgen natuurlijk echt jarig ben en dan 's avonds dansles heb. Dus dan ga ik op de dansschool trakteren. Dat vind ik dan wel leuk. Nou, dit waren mijn verjaardagsboodschappen. Ik was alles bij elkaar kwijt. Ga ik even voor jullie opzoeken. Alles bij elkaar was dit een bedrag van €70,32 en ik moest €76,94 afrekenen omdat ik er altijd kooppunten bij neem bij de Hoogvliet. Die spaar ik dan altijd en één keer in de zoveel tijd doe ik wat leuks met die punten.
Of met het geld wat je daarmee kan opnemen in ieder geval. Nou, dit waren mijn verjaardagsboodschappen. In de weekendvlog ga je zien hoe mijn verjaardag geweest is. Je ziet daar nog steeds die badjas op de achtergrond. Suf. Maar goed, ja, en ik dacht, ik zet dit even leuk weg, want dan is het uit beeld en dan film ik het alsnog. Ja, ik ben nog geen pro. Ik heb nog veel te leren, maar goed, het maakt niet uit. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze shoplog. Als jullie het leuk vinden, doe een duimpje omhoog. Dan kan ik het wel eens vaker doen. En dan zie ik jullie in een volgende vlog of video. Doei doei!